Hey, hallo, dit is Dutch Dragon. Zoals beloofd gaan we voortaan ook wat spellen in het Nederlands doen. En de eerste waar ik aan dacht is Civilization 5. Civilization is een spel waarin je eigenlijk begint met niets. Bijna niets. En vanuit dat niets moet je een gigantische beschaving opbouwen. Nou, je kunt het spel spelen met allerlei verschillende volken. En naarmate je meer updates koopt, wordt die lijst alleen maar langer. Een voorbeeldje hier, de Egyptenaren, Zuid-Korea, Amerika, Nederland, van alles mogelijk. Ik laat de computer kiezen, elk volk heeft zijn eigen voor en soms ook nadeel. We gaan op een map spelen die zo groot mogelijk is, met continenten. Het is meestal 2 of 3 continenten waarop de tegenstanders worden verdeeld. En we spelen op de King Difficulty, daarmee krijgt de computer tegenstander een aantal voordeeltjes. Ik zeg bewust voordeeltjes. Want we spelen nog niet op het moeilijkste niveau, zoals je ziet. Maar toch, een uitdaging. Daar gaan we. All hail the most magnificent and magnanimous Empress Theodora. Beloved of Byzantium and of Rome. Het wordt het Byzantijnse Rijk. From the lowly ranks of actress and courtesan, you became the most powerful woman in the Roman Empire. Consort to Justinian I. Starting in the late 520s AD... You joined your husband in a series of important spiritual and legal reform. Oké, we spelen met Byzantië. Zij hebben als voordeel dat zij bij het vormen van een nieuwe religie 5 in plaats van 4 bonussen mogen claimen. Nou is er één probleem. Er kunnen vaak maar 5 of 6 religies worden gestart in het spel door een speler. Dus we moeten zorgen dat we bij die eerste 6 zitten. Daarom is het voor ons belangrijk dat we zoveel mogelijk faith, oftewel geloof, binnenhalen in het begin. Dit is onze eerste stad, uiteraard heet die Constantinopel. En die hebben we gebouwd met onze eerste settler. Nou, even wat korte uitleg over het spel. Dit is dus de stad. We hebben 1 inwoner die namens ons het omliggende gebied bewerkt. En ik moet kiezen waar hij dat gaat doen. De stad is altijd sowieso bewerkt, dus daar krijgen we 2 keer voedsel en een hamertje. Een hamertje is nodig om gebouwen te bouwen. Voedsel is nodig om de stad te laten groeien. En je ziet hier dat we over 8 beurten krijgen we er 1 burgertje bij. Dan kunnen we dus een extra deeltje gaan bewerken. We kunnen ervoor kiezen om de burger die we hebben hier weg te halen. Dan zie je dat er geen groei meer is. En hem bijvoorbeeld... Nou, er is niet heel veel keus, maar door hem bijvoorbeeld hier neer te zetten, dan zie je dat ze weer +3 voedsel halen en +3 goud. Als ik hem hier neerzet, krijgen we een goudje meer. Dit is op dit moment de beste plek, namelijk 3 voedsel en 1 goud. En alle andere zijn minder, 2 voedsel, 3 voedsel zonder goud. Dus we nemen deze plek. Goed, dan kunnen we iets gaan bouwen in de stad. Vandaar hier het hamertje. We kunnen kiezen uit een worker. Een worker kan een gebiedje bewerken, waardoor het nog meer op kan leveren. Maar die kost 27 beurten om te bouwen. Het duurt me iets te lang. Een scout, erg handig in het begin, kan snel gebied verkennen. Een extra soldaat, zoals deze hier, of een monument. Ik begin met het monument. Dat levert namelijk cultuur op. Dat is die roze hier. Daarmee kunnen we allerlei bonussen vrijspelen voor ons land. Daarnaast moeten we een onderzoeksdoel in gaan stellen. En ik zei al, ons doel is vooral om zoveel mogelijk religie bij elkaar te spelen in het begin. En daarom ga ik hier voor het pottenbakken als technologie. Daarmee krijgen we 1 faith en maken we de weg vrij om ook Stonehenge te bouwen. En die levert +5 op per beurt. Dus we gaan voor pottenbakken. En daarmee zijn we begonnen. Onze soldaat gaat op verkenning. En daarmee is onze eerste beurt voorbij. Het is nu aan de losse steden, de vrije steden en de 13 computer tegenstanders om hun beurt te voltooien. Nou, als je dit nummertje volgt zie je dat het zo meteen zakt. Het is namelijk elke beurt een beurtje dichterbij het voltooien van het gebouw. Deze zakt ook naar beneden en als deze op 0 staat komt er dus een burger bij en begint het tellertje weer opnieuw. Goed, we gaan door met verkennen. We hebben inmiddels wat banaantjes ontdekt. Zijde. Citrus. Eerste rebellenkampje. Die kunnen we aanvallen. Als je het rebellenkamp vernietigt krijg je 25 goud. Maar ik ga eerst op zoek naar ruïnes.
Het zijn kleine gebouwtjes die op de map liggen. En door die te pakken krijg je een bonus. Dat kan zijn 50 muntjes, wat extra geloof, extra cultuur. En hier is de eerste. Laten we zorgen dat we daar als eerste zijn. En we hebben onze eerste buurman ontdekt. Hayawatta van de Iliquar. Het leuke van het spel is dat elke persoon die je tegenkomt in zijn eigen taal spreekt. Dus stel dat de Nederlanders in dit spel meedoen, dat weten we niet, want we hebben alles op random gezet. Dus de computer bepaalt. Dan zullen wij in dit geval Willem van Oranje horen die ons toespreekt. Ah, hij heeft die ruïne gepakt, dat is jammer. Dan lopen wij die mis. We hebben Singapore ontdekt, dat is een losse stad. Je hebt dus hele beschavingen, zoals wij hier. En wij kunnen straks een settler bouwen en een nieuwe stad bouwen. Je hebt ook losse steden, die worden nooit groter. Ja, ze kunnen wel iets meer gebied innemen. Maar het is nooit dat zij een tweede stad of iets dergelijks kunnen beginnen. Dit zijn vaak hele fijne dingen om mee te handelen. Je kan ze eventueel ook innemen. Dus jammer dat we die ruïnes een beetje mislopen. Maar goed, niks aan te doen. Zilver en bizons. We naderen wat grasland. Dus even mijn timertje te zetten, dat was ik vergeten. Zo, die loopt. Hier is Hayawatta weer. Dan ligt waarschijnlijk zijn stad hier ergens in de buurt. Dit is trouwens een hele mooie plek om een stad te beginnen. In de woestijn, maar aan de rivier. Dus je krijgt een soort super warm, maar ook super vochtig gebied. En dat kun je dus vergelijken met de Nijldelta in Egypte. Dus een hele mooie plek om te beginnen. Nog meer graan zelfs. Dus mochten wij een nieuwe settler bouwen, is dit een interessante plek om naartoe te gaan. Niet vergeten, er zit ook zilver in de buurt. Het is jammer dat het hier dan weer helemaal woestijn is zonder rivier. Dus dat levert dan in verhouding niets op. Maar goed, we kunnen niet alles hebben. Nog steeds geen ruïnes, dat is jammer. Misschien is het daarom toch wel handig om een scout te bouwen. Je kan namelijk sneller dingen ontdekken. Nee, laten we toch maar even voor het geloof gaan. Dat willen we immers als eerste hebben. Nou, ook gelijk voor Stonehenge. En de volgende beurt. Er moet toch ergens nog een ruïne zijn die niet geclaimd is, zou je zeggen. Ja. Dus te hopen dat die niet weer afgepakt wordt. Zo te zien niet. Nee. Mooi, dan is hij van ons. Ik pak eens een beetje de slechtste bonus die je hebben kan, want hij laat alleen maar zien wat er om ons heen ligt. En een van die dingen is een nieuwe ruïne. En we zien hier dat ook een ander land ligt. Het lijkt een beetje paars. Het zou kunnen betekenen dat daar de Romeinen zitten. We komen er vast snel achter. Als je denkt, hoor ik nou een schaap? Dat kan kloppen. Hier staan ze. We zijn ook al wat koeien tegengekomen. En we kunnen onze eerste policy pakken. Nou, er zijn een aantal opties. We kunnen voor extra geloof gaan. We kunnen extra kracht tegen barbaren of rebellen, noem ik ze ook wel. Liberty, dan gaan we dus vooral voor vrijheid. Of traditie. Ik begin met traditie. Hè? Natuurlijk willen we geloof hebben, omdat dat sterk bij onze stad hoort. Maar ik begin even met deze. Daarmee krijg je namelijk per beurt 3 cultuur gratis. En hoe meer cultuur, hoe meer je van deze dingen kan kopen als het ware. Dus we beginnen daarmee. Nou, zo te zien zijn we nog op tijd om de ruïne te claimen. Het zou jammer zijn als nu net een Romein voorbij komt. Als het tenminste Romeinen zijn, kan ook nog Carthago zijn. Oké, betere wapens. Ook niet echt waar ik op hoop. Maar goed, we doen het er maar even mee. Suiker. We zouden even hallo kunnen zeggen hier. Kijken wie het nou is, maar ik laat het even zo. Zolang we ze niet kennen, kunnen ze ons ook niet de oorlog verklaren namelijk. Ah, nog een ruïne. Begint erop te lijken. We zijn duidelijk de verkeerde kant op gelopen in het begin.
rebellenkampje hier. Die kunnen we daarna misschien wel even kort en klein slaan. Ah ja, wat dan weer? Hij wil graag een ambassade in mijn stad. Dat is prima. Ik krijg van hem 45 beurten lang ingoud. Kijk, dit is perfect. We hebben een Ancient Oracle gevonden. En dat levert ons 40 faith op. En dat is precies wat we moeten hebben. En daarmee kunnen we onze eerste geloofsbonus kiezen. Nou, omdat we zo snel zijn, is er nog heel veel te kiezen. Je kan je voorstellen, als er al 10 beschavingen voor jou zijn geweest, dan blijft er weinig over. En we zitten in de jungle. Even kijken of daar iets interessants mee is. Volgens mij niet. Wat we zouden kunnen doen is... Oh, die is al gepakt zo te zien. Ja, dat is jammer. Er zit er namelijk eentje bij waarmee je voor elk stukje woestijn ook extra faith krijgt. En aangezien we hier toch onze tweede stad hadden willen bouwen, hadden we die bonus leuk kunnen pakken. Wat we ook kunnen kiezen is voor dat elke stad die groter is dan 6 happiness oplevert. Happiness heb je nodig om je bevolking tevreden te houden. We kunnen voor extra science gaan. Zodra we steden verbinden leveren ze extra science op. Plus 1 cultuur met plantages. Hier wordt een plantage. Deze denk ik ook. Om even te twijfelen. Als die bananen ook met plantages worden binnengehaald, moet ik even spieken. Ja, dan gaan we daarvoor. Even kijken, waar stond die nou ook weer? Eén extra cultuur van plantages. Nou, dan krijgen we in ieder geval 1, 2, 3, 4, 5 cultuur per beurt extra. Dat lijkt me op dit moment toch de beste optie. Ook als we hier naartoe gaan verspreiden, dan blijven we toch bij die bananen zitten. Die dus plantages opleveren. Suiker hier eventueel. Ja. We gaan voor de oral tradition. Oftewel mondeling doorgeven van verhalen. En we kunnen ook onze tweede bonus unlocken. Ik ga nu voor Liberty. Daarmee krijg ik nog eens één extra cultuur per beurt gratis. En kunnen we zo meteen ook een gratis settler krijgen of gratis workers. Die zijn heel handig om in het begin snel te kunnen groeien. Ondertussen komen de eerste rebellen ook in de buurt. Toch maar even een scoutje bouwen. Nog een ruïne. Goed, steden kunnen schieten. Niet gelijk alles kapot, maar doet toch wel wat schade. Nou, we hebben echt een beetje pech nu, want we krijgen met deze niet zo heel veel. Hoewel, hierboven zit weer een nieuwe. And another one bites the dust. So teach us to number our days, so that we may apply our hearts unto wisdom. Nogmaals schieten. Goed, de volgende tech die ik ga bouwen. Om hier al die plantages te kunnen bouwen. Je ziet dat hier jungle zit. Jungle moet je omkappen. En daarvoor heb je deze nodig. Dat betekent dat we eerst mining onderzoeken. En dan het bewerken van brons. We hebben wel echt pech. We hebben al 3 keer een tech gehad waarmee die alleen maar de omgeving laat zien. Hoewel dit wel een interessant is om te gaan bouwen. Een hele mooie plek voor een stad. Suiker, koper, kettle. En aan het water. Dus we kunnen daar ook een haven bouwen. Goed voor de handel. Ja, niet slecht. We gaan deze even terugtrekken. Dan kunnen we met die barbaren afrekenen. Met name met die... 2 fortjes hier. Ah, de Polen. Witam cię na ziemiach Wielkiego Królestwa Polskiego.
daar is hij. Polen heeft een scout gebouwd en heeft ons dus gevonden. Het is een beetje jammer, want dan zou hij hier met zijn scout snel doorheen kunnen, terwijl wij nog onderweg zijn. Maar goed, het zij zo. Trouwens ook specerijen, zag ik. Ook daar moet weer een plantage op, dus ik denk dat we met die begintag qua godsdienst wel goed gekozen hebben. Genoeg plantages hier om te bouwen. Most literate people, oftewel de mensen met de meeste onderzoeken. Wij hebben pas 3 technologieën ontdekt. De computer heeft er al 6. Dan zul je zeggen, hoe kan dat nou? Want ze kunnen toch niet zoveel beter zijn? Dat klopt, maar dat is dus een van die bonussen die ze krijgen aan het begin. Omdat ik op een bepaald moeilijkheidsniveau speel. Dus als het goed is, lopen we dat straks weer in. En zo zijn we al bijna 40 beurten onderweg. We beginnen ook met schepen aan te vallen. Het wordt steeds drukker hier. We zijn blijkbaar populair. En onze settler is af. Mooi. Sorry. Onze scout natuurlijk. Dan gaan we nu voor Stonehenge. Je ziet dat het heel lang duurt. Stonehenge is niet zomaar een gebouw. Zoals het monument dat we straks gebouwd hebben. Dit is een zogenaamd wonder. En een wonder kan maar in 1 stad in het hele spel worden gebouwd. Dus als wij hem bouwen, kan niemand anders hem meer bouwen en andersom. Het kan dus zijn dat de computertegenstander al bezig is om dit te bouwen. En hem dus eerder dan ons af heeft. Dan hebben wij dus gewoon pech. Hebben we heel veel beurten eigenlijk voor niets gebouwd. Maar we gaan het toch proberen. 69 beurten is wel extreem lang. Maar goed, we moeten wat. We kunnen straks nog wat jungle wegkappen. Dat levert ook allemaal extra productie op. En daarmee gaat het misschien ietsje sneller. Je ziet trouwens dat de units ook ervaring op kunnen doen. Daarmee kunnen ook de units een soort bonussen claimen. Ik denk dat we deze slag uiteindelijk wel gaan winnen. Daarmee krijgen we dus 35 goud voor het slopen van het kampje. Was het 25? Ik begin even te twijfelen, maar goed. Oké, volgende bonus. We kunnen kiezen voor een worker of we kunnen kiezen voor honor. En met honor krijgen we experience als we ook een vijandelijke rebel doodslaan. We staan op het punt om dat te doen. Dus die pakken we even mee. Deze kan ik een bonus geven. Ik kan hem in 1 keer healen, maar ja, dan is zijn bonus weg. Ik kan hem extra sterk maken in bergen, bossen en jungle. Of ik maak hem heel goed op het open terrein, zoals deze hier. Nou, aangezien we in de jungle aan het vechten zijn en ook onze stad voor het grote deel nog in de jungle ligt, of in ieder geval daardoor omsingeld is, gaan we voor die bonus. En daarmee zouden we nog even kunnen winnen. Ik hoop het eigenlijk van niet. Dit is jammer. Ja. Het kan zijn dat hij snel terugslaat. Ondertussen zag je dat we inmiddels ook Japan hebben ontdekt. Je zag hier 8 culture verschijnen. Die wordt hierbij opgeteld. Nu wordt het even spannend. Want als we pech hebben, dan slaat deze groep ons in puin. En we hebben geluk. Dan geef ik hem de opdracht om te healen. Daarmee neemt hij een verdedigende positie aan. Wordt hij dus nog moeilijker om dood te slaan. En krijgt hij ook een beetje health terug. Chinezen willen ook een ambassade. Prima. En daarmee zie je langzaam. Dit is trouwens vrij definitief de Romeinen. Daarmee zie je langzaam hoe het spel werkt. Het enige wat ik nu nog moet laten zien is hoe de worker werkt. Die zullen we, als het goed is, zometeen ook gaan krijgen. Even kijken. Ik ga hem op automatisch exploren zetten. In de hoop dat hij toch nog ergens een verlaten ruïne vindt. Hier gaat het healen ondertussen door. Oh, hij valt ons aan. Beetje dom. Ook hier worden wij aangevallen. Dat geldt ook voor hem nu. Verdedigen.
Kijk, je ziet hier weer die 8 culture die we krijgen. Ze vinden onze scout blijkbaar niet zo aardig. Op deze manier wel aardig wat experience aan het verdienen is, ja, precies. Ik geef hem de survival ability. Daarmee krijgt hij nog meer defense en hield hij nog beter. Dan denk ik dat hij het wel uithoudt tegen deze. Zeker met wat Chinese hulp. Hij staat ook nog eens op een berg, maakt hem ook extra sterk. Toch blijven ze het proberen. Ik moet toegeven dat ze wel dapper zijn. Barbarians, of rebels, hoe je ze noemen wil, kunnen trouwens niet healen. Dus, ze zijn nu natuurlijk een ideaal doelwit voor ons. Want dan krijgen we natuurlijk weer die 8 experience. Dat ga ik ook even proberen. Het is niet zonder risico. Want dan kan het natuurlijk terugslaan zometeen. Maar goed. In ieder geval weer 8 culture erbij. Ik denk dat hij zich redelijk gedijst houdt. Nee dus. Oef. Nou, die heeft dus echt niets over. Ik ben benieuwd. Kunnen we dat ergens zien? Weet ik eigenlijk niet. Nou ja, laten we in ieder geval maar gauw genezen. Deze is inmiddels ook weer volledig hersteld. Daarmee gaan we naar dat andere rebellenkamp. En dat zou ergens hier moeten zitten. Of is misschien al door iemand anders. Ja, daar zit hij. Daar gaan we naartoe. Zo. Ondertussen hoorde je mijn alarm afgaan. Dat betekent dat we deze episode gaan beëindigen. Bedankt voor het kijken. En ik hoop tot de volgende keer. Dan gaan we verder in beurt 54.